Zo werden gisteren twee moties over het Surinaams onderwijssysteem aangenomen. Minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur wil dat het onderwijssysteem compleet naar Surinaamse standaarden wordt aangepast. Dat zei ze gisteren tijdens de openbare vergadering, nadat diverse DNA-leden de problematiek binnen het onderwijs hadden aangekaart. Levens vraagt zich af waarom Suriname steeds werkt met systemen uit het buitenland, terwijl het best wel in staat is een eigen product neer te zetten. Wil ik toch iets principieels aan de orde stellen. En dat principiële is, wat zijn onze uitgangspunten bij dit onderwijsbeleid? Wat zijn onze uitgangspunten? Want het speelt vanaf de kleuterschool en misschien zelf early childhood tot en met de universiteit. En dat is dat we zelf moeten nadenken over ons onderwijsbeleid. In een ontwikkelingsland. Want het stoort enorm als je kijkt naar het buitenland en je kijkt bijvoorbeeld naar Nederland en je zegt steeds tegen jezelf, zo doen ze het daar en het gaat goed, dus eigenlijk moeten we het ongeveer hetzelfde hier doen, dan ga je de mist in. Want wij zijn een ontwikkelingsland. Een van de voorbeelden is het numerus fixus-beleid van de Anton de Kom Universiteit. De bewindsvrouw vraagt zich af waarom dit beleid nog wordt gehandhaafd, terwijl Suriname juist een tekort heeft aan deskundigen. Laat me u beginnen te zeggen dat numerus fixus is echt iets wat hoort bij landen die al veel te veel van hetzelfde hebben. Numerus fixus is iets waarvan je zegt, moeten wij dat in dit land wel toepassen? Met het gebrek dat we hebben aan alles en nog eens een keertje alles. Dus als je dat overneemt van Europa, zit je al in een probleem. En dan zou je moeten durven om met elkaar aan tafel te zitten en te zeggen, hebben wij dat wel nodig? En als wij zeggen, nee, we hebben het niet nodig, dan moeten we durven om een beleid te ontwikkelen dat bij ons past. Onderwijsminister Marie Levens gisteren tijdens de openbare vergadering. In de moties wordt aan de regering gevraagd om het onderwijsklimaat te verbeteren.